Ja, dank u voorzitter. Er is al jarenlang sprake van criminaliteit en overlast rondom de Weimarstraat. En de insprekers aan het begin van deze vergadering die hebben ons weer even met de neus op de feiten gedrukt. En ik vind dat wij als lokaal bestuur er moeten zijn voor onze inwoners en voor hen die welwillend hun steentje bijdragen aan de maatschappij al helemaal. Degenen die dat niet doen, die gaan op dit moment te vaak vrij uit. En dat gaat mis. En ik vind dat we ons beter moeten wapenen tegen hen die de regels waar we ons allemaal aan moeten houden aan hun laars lappen. Vorig jaar is mijn initiatiefvoorstel ondermijning onder ogen aangenomen. En daar staan al een aantal forse maatregelen in om dit de kop in te drukken. Maar dat is een zaak van de lange adem. De recente schietpartij laat maar weer zien dat er aanvullende maatregelen nodig zijn op de Weimar. Om de overlast voor bewoners op korte termijn aan te pakken. Daarom dien ik een motie in die heet aanvullende maatregelen tegen overlast van de Weimarstraat en omgeving. Mede namens de collega's Kapteins van GroenLinks, De Graaf van de VVD, Ginwis van ChristenUnie SGP en mevrouw Tsegay van de Partij van de Arbeid. De heer Kruijs met een vraag. Dank. Ja, mevrouw Van der Werf zegt dat ze door de insprekers met de neus op de feiten is gedrukt. Maar dit speelt al jaren in de hele stad. Daar heb je nog niet de insprekers voor nodig. Ga een keertje de stad in, dan zie je wat voor bende het overal is. En dan ga je nu niet zeggen dat komt door de insprekers. Nou is het een keertje in een wijk waar je zelf goed scoort. Dan sta je opeens vooraan met allemaal actiemaatregelen. Maar als het om de rest van de stad gaat, laat D66 ze keihard in de steek. Dat moet ook gewoon benoemd kunnen worden hier. Mevrouw Van der Werf. Ik ben blij dat de heer Kruijs vorig jaar voor mijn voorstel heeft gestemd. Dat gaat namelijk over een aanpak rondom de Weimarstraat. Ik denk dat hij dat net even is vergeten, voorzitter. De heer Kruijs. Nee, dat ben ik zeker niet vergeten, voorzitter. Waar het alleen om gaat is dat nu mevrouw Van der Werf een speerpunt maakt van de Weimarstraat. Terwijl er zoveel andere wijken zijn in Den Haag waar de problemen misschien nog wel groter zijn. En ik vind het dus een beetje raar dat D66 zich nu wel zo hard maakt voor een wijk waar ze zo goed scoren en niet voor de rest van Den Haag. U komt alleen maar op voor uw eigen mensen en niet voor de rest van de stad. Mevrouw Van der Werf. Ja, voorzitter. De heer Kruijs is te vroeg, want de rest van mijn inbreng die gaat over andere gebieden dan de Weimarstraat. Ik wil ook wel even zeggen dat ik dit punt ook al in mijn voorstel heb gemaakt. Ik heb alleen gezegd, de Weimarstraat leent zich uitstekend voor de pilot die we nu doen. Als dat succesvol is, dan wil ik graag dat het in andere gebieden van de stad tevens wordt uitgerold. Voorzitter, ik ga verder met mijn motie. Daar staat een verzoek in aan het college bestaande uit 5 punten. De verkeersmaatregelen aan te scherpen op de Weimarstraat en aanrijdroutes, bijvoorbeeld door het beperken van de snelheid, omdraaien van de rijrichting en eenrichtingsverkeer in te stellen. De inzet van handhavers in samenhang met de sluitingstijden van coffeeshops te bezien en waar dit niet meer samenvalt, dan wel het werk van handhavers uit te breiden, dan wel de sluitingstijden van coffeeshops in te perken. Medewerking te verlenen aan bereidwillige coffeeshops om te verhuizen, uitplaatsing meer te faciliteren en de mogelijkheden tot tijdelijke sluiting van notoire overlastgevende coffeeshops binnen de APV en vergunningslicht te bezien. Gevolg te geven aan de plaatsing van de camera ter hoogte van de Noorderbeek Dwarsstraat door capaciteit vrij te maken om te kunnen handhaven op criminele handelingen die daar worden vastgelegd. En tot slot de raad dit najaar over de voortgang te informeren. Voorzitter, dan ga ik verder. Ik wilde nog één. De heer Kruijs heeft nog een vraag op dat punt. Dank, voorzitter. Ja, ik vraag me af of mevrouw Van der Werf in gaat stemmen met mijn motie. Ik denk dat u dat straks bij de stemming zult zien. Ja, voorzitter, dat gaan we straks zien. Dan de heer Dubbelaar met een vraag. Ja, voorzitter. Ja, als ik de motie van D66 ontleed, dan begrijp ik eigenlijk bij de eerste bullet dat D66 overlast wil weren met verkeersdrempels. Tenminste, zo lees ik het een beetje. Is dat realistisch, vraag ik dan eigenlijk aan mevrouw Van der Werf, via de voorzitter. Bullet 2... De sluitingstijden aanpassen. Ja, volgens mij is dat kort geleden gebeurd. Zijn de shops uit hunzelf al eerder gesloten? Dus daarmee zou dat punt overbodig zijn. Het derde punt is om medewerker te verlenen aan verhuizing. En volgens mij is dat gewoon standaard beleid. Maar is het juist het probleem dat er geen locaties voorhanden zijn? Of dat het stadhuis daar niet echt in meewerkt? Dus aan die coffeeshops ligt het volgens mij niet. Wat verhuizen dan? En dan die camera, ja, dat is politiecapaciteit. Dus wat is het doel nu precies van deze motie? Er zijn heel veel vragen die volgens mij beantwoord moeten worden met de vraag, met het antwoord wat de motie inhoudt. Mevrouw Van der Werf.
Ja, voorzitter, ik beantwoord die vragen graag. De eerste punt, dat gaat niet om een verkeersdrempel, dat gaat om snelheid en rijrichting. Het tweede punt, dat gaat erom om de sluitingstijden in combinatie met handhaving te bezien. En of dat nou om BOA's gaat of dat nou om mensen van coffeeshops zelf gaat. Maar om in ieder geval te kijken, is er zicht op de overlast die op dat moment op straat plaatsvindt. En het laatste punt, die camera, ja, dat heeft natuurlijk niet zo heel veel zin om die daar op te hangen. Als er geen gevolg kan worden gegeven aan wat die camera registreert. Dus dat is het doel van deze motie. Heer Dubbelaar. Voorzitter, wat moet ik me hier nou bij voorstellen dan? Het beperken van de snelheid. Dat zijn de verkeersbeperkende, of tenminste snelheidsbeperkende maatregelen. Dat is een verkeersdrempel. Mevrouw van der Werf. Voorzitter, ik doe verschillende suggesties in die eerste bullet. Onder andere ook over de rijrichting. Ik denk dat het niet toevallig is dat de heer Dubbelaar daar nu even niet op terugkomt. Maar goed, het staat hem natuurlijk vrij als hij het niet met mijn motie en suggesties eens is om daar straks niet voor te stemmen. De heer Dubbelaar, tot slot kort. Ja, maar voorzitter, is D66 nou echt van mening door eenrichtingsverkeer daarin te stellen, door een verkeersdrempel te monteren en dan... Nou, het omdraaien van de rijrichting, dat is nu niet het geval, maar dat krijg je als je eenrichtingsverkeer hebt. Dat daarmee de klant niet meer naar die coffeeshop komt. Dat daarmee de overlast opgelost wordt. Dat is toch gewoon totaal onrealistisch. Van Van der Werf. Ja, voorzitter, ik constateer dat Groep de Mos blind is voor de verschillende oplossingen die er zijn om de overlast daar terug te dringen. En dat is de reden dat mijn motie aan 4 verschillende knoppen draait. En nogmaals, als Groep de Mos denkt dat de overlast daar prima is, dan hadden ze dat daar vorige week bij de actie in de stromende regen ook tegen de bewoners moeten zeggen. Dan hadden ze moeten zeggen, uw verwijten die slaan nergens op en we staan hier nu wel. Maar volgende week gaan we niet voor oplossingen stemmen, voorzitter. De heer Kruis. Dank. Ja, er is zo'n wereld van verschil tussen de bullets van mevrouw Van der Werf en de bullets door de Weimarstraat heen. Ik heb 3 concrete voorstellen voor mevrouw Van der Werf om de orde te herstellen in de Weimarstraat. 1. Preventief fouilleren. 2. Patsencontroles en 3. Integrale handhavingsacties. Steun mevrouw Van der Werf die 3 concrete punten om orde op zaken te stellen in de Weimarstraat. Als je het zo concreet wil, kunt maken. Mevrouw Van der Werf. Nou, voorzitter, volgens mij gaat maar 1 van de moties van de heer Kruis daadwerkelijk over de Weimarstraat. En ik vind het wel goed gebruik om hier ook de beantwoording af te wachten. En wellicht stemt D66 voor 1 van de moties van de PVV, voorzitter. U gaat uw betoog nog niet. Ook de heer Bos zie ik met een vraag. Ja, ik heb een vraag over de camera. Begrijp ik nou uit uw woorden dat die camera daar wel staat, maar dat daar niets mee gebeurt? Voorzitter, ik heb begrepen dat die camera daar ten tijde van de burgemeesterschap van mevrouw Krikke is opgehangen. Dat er wel degelijk af en toe naar de beelden wordt gekeken en dat er ook dingen op worden gezien, maar dat er momenteel te weinig capaciteit is bij de politie om daar ook gevolg aan te kunnen geven. Ja, hoe komt u aan die informatie dan? Voorzitter, dat heb ik van de bewoners begrepen. Ik wil graag. Ja, u vervolgt uw betoog. Ik wil graag verder gaan met mijn betoog. Ik wou nog 1 ding kwijt over de Weimar. Die hebben de twijfelachtige eer om een soort boegbeeld te zijn van een winkelstraat die met ondermijning kampt. Maar de heer Kruis die zei net terecht, het is een probleem die zich op verschillende plekken in de stad manifesteert. En dat blijkt ook uit het ondermijningsbeeld dat eind vorig jaar naar de Raad is gestuurd. En in mijn initiatiefvoorstel stel ik daarom ook voor om de pilot die nu in de Weimar loopt breder uit te rollen in andere gebieden van de stad, daar waar dat nodig is. Voorzitter, dan kom ik op mijn andere punt en dat is verkeer. Om mij heen, op social media, maar ook op straat, merk je dat mensen op de weg in de publieke ruimte steeds makkelijker wegkomen met asociaal rijgedrag. En bewoners langs straten als de Vijandlaan, de Toren en de Vondelstraat, de Waldijk-Piermondkade, de Statenlaan en de Boulevard, die weten er alles van. Wegen waar duizenden huishoudens met kinderen direct aan wonen. En waar verkeershufters die met 80 of soms zelfs meer dan 100 km per uur door de straat racen. Hard rijden door auto's, motoren, maar ook opgevoerde scooters. En de bijbehorende geluidsoverlast die dat met zich meebrengt. Het loopt de spuigaten uit. En ja, gehandhaafd wordt er, maar vaak
is dat niet genoeg. En als ik de cijfers over de tekorten bij de politie zie, dan begrijp ik dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Maar het een aantal keer wel doen, kan ook grote impact hebben. Met één keer handhaven kan je al een opgevoerde scooter van de straat halen. Of een snelheidsduivel op een motor het rijbewijs afnemen. En wie weet wat voor ongelukken we daarmee voorkomen. Laten we dus kijken in overleg met het OM en de politie hoe we die handhaving op kunnen schroeven. Maar er ligt ook een fundamenteler probleem aan het gereis ten grondslag. De gelegenheid maakt de dief, of in dit geval de hufter. De mobiliteitstransitie die is ingezet, waarin gemotoriseerde voertuigen voor korte ritten binnen de stad een minder prominente positie innemen ten opzichte van het OV, de fietser en de wandelaar, komt op dit punt niet uit de verf. Uit de huidige praktijk blijkt dat het op de genoemde wegen gewoon niet het geval is. Daarom dien ik een motie in. En die heet overlast gemotoriseerde weggebruikers indammen. Dat dien ik in mede namens de heer Bos van HSP, de heer Barker van de Partij voor de Dieren, de heer Dubbelaar van Hart voor Den Haag Groep de Mos en mevrouw Tsegay van de Partij voor de Arbeid. Met als dictum verzoekt het college in overleg te gaan met het Openbaar Ministerie en de politie om de mogelijkheden van het opschroeven van de handhaving op verkeershufters binnen de centrumring, net als recent op Scheveningen, te onderzoeken. Te onderzoeken welke mogelijkheden een verkeersmodel zoals gebruikt in onder andere Gent en Groningen in Den Haag biedt om doorgaand autoverkeer op sluiproutes waar volop gereisd wordt te verminderen. Te onderzoeken hoe gemotoriseerde verkeersgebruikers hiernaast nog op andere wijze letterlijk en figuurlijk af te remmen zijn als hardrijdende weggebruikers. En tot slot de Raad dit najaar over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren.